In 2023 werkten we met bijna 6400 collega's binnen onze groep van 21 veelzijdige ondernemingen aan honderden verschillende techniek-, bouw- en infraprojecten. Van de renovatie van de Haringvlietbrug tot aan de warmtepomp in die verduurzaamde woning. Dat zorgde voor een bedrijfsopbrengst van 2,6 miljard. Onze collega's haalden ook veel mooie nieuwe projecten binnen. Dat betekent een historisch hoge orderportefeuille van 4,2 miljard. Onze collega's zijn het allerbelangrijkste. En het is natuurlijk onze grootste prioriteit dat zij elke dag fijn en veilig kunnen werken. Maar we focussen ook op ontwikkeling en leiderschap. En daarom hebben we het aanbod van onze eigen TBI Academy weer verder uitgebreid. Daarnaast investeren we een gedeelte van de winst weer terug in het welzijn van de maatschappij. Dat doen we onder andere met onze drie fondsen, waar we afgelopen jaar maar liefst 5,8 miljoen in investeerden. Het TBI Studiefonds voor de kinderen van onze vaste medewerkers, het TBI Praktijkfonds voor het opleiden en behouden van vaktalent en het TBI Klimaatlijn, die duurzame initiatieven binnen en buiten TBI een boost geeft. Werken met oog voor de maatschappij betekent ook verantwoordelijkheid nemen als het gaat om ons klimaat. En daarom gaan wij voor netto nul uitstoot in uiterlijk 2050. In 2023 stoten we 26,1 kiloton CO2 uit en scheiden we 69,1% van ons afval. En dankzij maaktechnologie en digitalisering kunnen wij steeds efficiënter en duurzamer produceren en werken. De maatschappelijke opgaven blijven in 2024 onverminderd groot. En hoe het nu gaat om installeren, aanleggen, bouwen, verduurzamen of renoveren, onze collega's hebben ontzettend veel zin om hiermee aan de slag te gaan. Kijk, dan doe je wat.